Deze video over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kort gezegd AVG, wordt u aangeboden door ONL. Mijn naam is Ivo van der Klauw, Cybersecurity en Privacy Specialist bij ID Control Consultancy. Sinds 25 mei is de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. Het is een wettelijke verplichting vanuit de Europese Unie die nieuwe privacyregels met zich meebrengt. Deze wetgeving vervangt de Data Protection Directive. Dit was een richtlijn voor de lidstaten die als leidraad genomen moest worden voor het opstellen van eigen privacywetgeving. In Nederland kwam de wet bescherming persoonsgegevens hieruit voort. Echter ontstond hierdoor ook een probleem. Ondernemers die in meerdere lidstaten actief waren, moesten rekening houden met verschillende privacywetgevingen. Dit belemmerde het ondernemen. De AVG brengt hier verandering in met een wetgeving die gelijk is voor alle lidstaten van de Europese Unie. Er bestaan kleine uitzonderingen waar elke lidstaat zelf mag bepalen, maar voor het overgrote merendeel is de wetgeving hetzelfde. Het verwerken van persoonsgegevens moet hierdoor makkelijker gemaakt worden tussen de lidstaten. Wat het doel van de AVG? De Europese Unie wil met de AVG zes doelen bereiken die organisaties moeten toepassen voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze doelen zijn, er moet een doel zijn voor het verwerken van gegevens. Verwerken van gegevens moet transparant gebeuren. Er mogen niet meer gegevens verzameld worden dan nodig. Gegevens moeten accuraat zijn en waar dit niet het geval is aangepast. Gegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig is. De veiligheid van de gegevens moet gewaarborgd blijven. Deze doelen zijn verwerkt in de verschillende wetsartikelen en kunnen een leidraad vormen voor het beantwoorden van de vragen die kunnen opdoen tijdens het implementeren van de AVG. De AVG gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom van belang om te weten wat persoonsgegevens zijn. En deze wordt als volgt beschreven in de wetgeving: persoonsgegevens, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon, de betrokkenen. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Echter is deze wettekst onduidelijk voor veel mensen. Wat is een natuurlijk persoon? Of wat betekenen directe en indirecte geïdentificeerd? Met een natuurlijk persoon wordt jij of ik bedoeld, een levend mens. Die geïdentificeerd kan worden aan de hand van directe, naam en adres, oftewel duidelijke informatie over een bepaalde persoon. Daarnaast heb je indirecte persoonsgegevens, telefoonnummer of een IP-adres. Gegevens vallen onder indirecte persoonsgegevens wanneer een inspanning nodig is om iemand te identificeren. Echter kunnen sommige gegevens onder zowel directe als indirecte persoonsgegevens vallen. Een voorbeeld van zo'n gegeven is een e-mailadres. Deze kan een volledige naam bevatten of helemaal geen gegeven bevatten. Het hangt dan af van de context wat voor soort persoonsgegeven het is. Naast normale persoonsgegevens heb je ook bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over iemands geloofsovertuiging, zijn of haar ras of politieke overtuiging. Ook heb je strafrechtelijke gegevens die gaan over een strafbaar feit dat iemand heeft gepleegd. Of een strafblad. Nu zijn er ook een aantal gegevens die niet geplaatst kunnen worden in een bijzondere categorie. Maar wel een hoog risico meebrengen voor de betrokkenen. Deze gegevens worden gevoelige gegevens genoemd. Een voorbeeld van gevoelige gegevens zijn de locatiegegevens van de telefoon of het inkomen. Het zou voor de betrokkenen niet prettig zijn mochten deze uitlekken. Ook deze gegevens moeten behandeld worden als bijzondere gegevens. Het woord verwerken is nu al een aantal keer voorbij gekomen en erg belangrijk. Immers gaat de AVG over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer een organisatie persoonsgegevens werkt, gaat het altijd over een betrokkenen, jij of ik bijvoorbeeld. Het verwerken van bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, tenzij een uitzondering van toepassing is. Deze uitzonderingen kunnen teruggevonden worden in de wet. Wanneer een organisatie persoonsgegevens van iemand opslaat, Verwijderd, aanpast of raadpleegt, dan zijn zij persoonsgegevens aan het verwerken. De vier voorbeelden die net zijn gegeven zijn niet de enige termen voor het verwerken van persoonsgegevens. Er zijn nog meer die teruggevonden kunnen worden in de wet. Echter moet er nog een stap plaatsvinden voordat persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Deze is het bepalen van de juiste grondslag, waarvan er in totaal zes zijn. Toestemming. De betrokkenen geeft zijn of haar toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Overeenkomst. Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen de betrokkenen en organisatie voor het verwerken van persoonsgegevens. Vitale belangen. De betrokkenen is in een levensbedreigende situatie en er is geen tijd om toestemming te vragen. Gerechtvaardig belang. De organisatie heeft een gerechtvaardigd belang en een afweging gemaakt tussen de belangen van de organisatie. En betrokkenen voor het verwerken van persoonsgegevens. Wettelijke verplichting. De organisatie moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Algemeen belang. Het is voor het publieke belang nodig om persoonsgegevens te verwerken. Ook voor deze grondslag is het belangrijk dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de belangen van de organisatie en die van de betrokkenen. Een veel voorkomende kreet is dat organisaties altijd toestemming nodig hebben van de betrokkenen om persoonsgegevens te verwerken. Dit is niet waar. Er zijn zoals je ziet zes grondslagen waarop een organisatie de verwerking kan laten rusten. Toestemming is juist de laatste grondslag waarop een verwerking gebaseerd moet worden. Deze kan elk moment ingetrokken worden door de betrokkenen. Is een organisatie een verwerking aan het uitvoeren voor diegene, dan moet deze stop worden gezet als de betrokkenen zijn of haar toestemming stopt zet. Iets dat heel onhandig kan zijn. De grondslag die nu gekozen is, is overeenkomst. Dit is wanneer een betrokkenen een product koopt op een website of wanneer een werknemer in dienst komt. persoonsgegevens van diegene moeten dan verwerkt worden om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Het is wel belangrijk om hierbij te benoemen dat gegevens alleen verwerkt mogen worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. De betrokkenen een e-mail, nieuwsbrief sturen nadat hij een product heeft gekocht, mag niet meer. Hiervoor is een andere grondslag nodig. Wanneer een bedrijf persoonsgegevens verwerkt, wordt hij volgens de wet verwerkingsverantwoordelijke genoemd. Het bedrijf is dan verantwoordelijk om te voldoen aan de AVG. Echter kan het ook zo zijn dat de organisatie de ICT of programma's heeft uitbesteed, zoals de boekhouding. Dit betekent dat de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking bij een verwerker heeft neergelegd. De verwerkingsverantwoordelijke is toch steeds verantwoordelijk om te voldoen aan de AVG, maar voert de verwerking zelf niet meer uit. Het is daarbij belangrijk om te melden dat de verwerker niet meer mag verwerken dan is. Afgesproken in een de verwerkingsovereenkomst. Deze moet altijd afgesloten worden wanneer een verwerker gegevens verwerkt van een verwerkingsverantwoordelijke. En dit is de AVG in een notendop. In de volgende video ga ik dieper in op hoe jij als organisatie moet voldoen aan een AVG en die de video daarna zal gaan over de rechten die betrokkenen kunnen uitoefenen. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door ONL.